Als in 1965 al veel panden in de Jodenhoek gesloopt zijn, staat op de Jodenbreestraat de koosjere broodjeszaak en slagerij van Salmeijer nog steeds overeind. Als we op bezoek gaan in de huidige winkel in de Scheldestraat, kijken zoon Nico en dochter Marjan terug op deze twee foto's die Ed van der Elske van de oude zaak maakte. Op de rechterfoto is hun vader zelfs vaag zichtbaar door het glas van de winkelruit. Salmeijer was mijn vader. En die heeft gezorgd dat ik in het slagersvak terecht kwam. En dat is dus begonnen op de Jodenbreestraat. In 1961. Dit is de foto geweest dat het pand, helemaal alleen stond. Dit was, hier achterin zat dus een klein restaurant. Dat staat dus ook nog op het uithangbord. En dat was dus open tot een uur of acht. Dit was dus de winkel, was de broodjesafdeling. En daarachter had je restaurant. En beneden in de kelder zat dus de slagerij. Waar alles werd klaargemaakt. Hoe ging dat? Hoofdzakelijk dus dat het eigen fabrikaat was. Je kreeg dus vlees met een broodje. Geen broodje met vlees. Het vlees hing er dus aan alle kanten eromheen. En dat is in wezen, ja. Het aantrekkelijke geweest. En de manier waarop mijn vader het dus bracht. Humor, oud-Amsterdamse humor. Ja, dat sloeg daar in de buurt aan. In die jaren tenminste. Het was een levendige, leuke buurt. Zelfs toen, zelfs dus na de oorlog, dat er dus in wezen weinig was, was het toch een levendige buurt. De buurt had iets. Dat kan je niet vertellen, maar de buurt had iets.